dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik weer een outfit video voor jullie. En ik ga vandaag twee outfits samenstellen die heel erg op elkaar gaan lijken. Ik ga namelijk voor mijn halflinger een dressuur outfit maken. En voor een van mijn Jorvik starter horses. Voor mijn halflinger wil ik een bruine dressuur set maken. En voor mijn starter horse wil ik graag een zwarte dressuur set maken. En we gaan beginnen met de halflinger. Dus laten we de shop erbij pakken. Ik ga eerst even kijken voor tuig. Ik weet dat dit er nu allemaal niet op kan. Al het nieuwe tuig. Laten we gewoon beginnen met kleding. We gaan eerst gewoon met de outfit beginnen. Dan beginnen we gewoon eerst met het topje. Want het belangrijkste eerst is dat we een bruin dressuurjasje gaan vinden. Die gewoon mooi is. En een goede kleur heeft. Dus ja. Het is nou gewoon een kwestie van zoeken. En ik weet dat er niet zo heel veel bruin is. Dit is bijvoorbeeld wel een leuk jasje, denk ik. Maar het ligt voor mij ook heel erg aan of het goed rijden is. Dat is deze toevallig wel. Dit vind ik nou niet echt een bruin jasje. Ik vind het wel een leuk dingetje. Ja, ik denk dat ik dan toch gewoon simpel ga. En dat ik deze neem. Aangezien ik dit gewoon een heel leuk jasje vind. En ik denk dat ik hier wel iets leuks mee kan gaan maken. Alleen vind ik zeg maar die lichtbruine details vind ik niet echt mooi. Ik heb liever dat hij gewoon daar donkerbruine details gaat. Zeg maar nog donkerder. Nou, handschoenen. Ja, natuurlijk gewoon casual wit. Dus dan gaan we gewoon even zoeken naar witte mooie handschoenen. En ik denk zelf dat het gewoon deze gaan worden. Aangezien het gewoon rijden 4 heeft. En ja, verder. Ja, deze heb ik natuurlijk al. En hun ook gewoon rijden 4. Maar ik vind deze eigenlijk niet mooi. Ik heb dan toch liever denk ik deze. Aangezien ze toch niet zo duur zijn. Ja, ik ga denk ik dan toch deze witte handschoenen kopen. En dan moet ik natuurlijk eigenlijk het liefst ook een bruine cap natuurlijk. En oeh, deze hoed hoort er natuurlijk bij. Wil ik een hoed of wil ik een cap? Oeh, dat is een moeilijke. Ja, ik ben zelf niet zo van die hoed. Want ik weet dat ik dat nooit ga gebruiken. En ik weet dat ik deze cap al heb. En dat ik die wel ga gebruiken. En nu zie ik deze ook opeens weer. Dan wist ik niet eens meer dat deze er ook nog was. Maar ik denk dat ik gewoon mijn cap ga gebruiken. En benen. Ja. Ik vind wit toch wel eigenlijk voor wedstrijd iets. En dan zou ik eerst deze zeggen. Die heb ik natuurlijk. Alleen, ik vind dat niet mooi met het jasje samen. En dan heb ik ook deze broek. Maar dat is überhaupt geen goed rijden. En ik vind het eigenlijk een... Oh, het is wel goed rijden. Maar ik vind het eigenlijk een hele lelijk broek. Dus ik denk dat dat hem niet wordt. En dan hebben we natuurlijk deze broek. Dus met bruine afwerkingen. En die heeft zelfs rijden 5. Oh, die ene was trouwens geen goed rijden. Rijden 5 is natuurlijk goed. Zo. Dan hebben we deze broek. Maar ik vind deze te grijzig. Ik denk dat deze misschien wel leuk is. Of gewoon de helemaal witte, denk ik. Ja, ik denk dat ik voor de helemaal witte ga. Want het is net iets makkelijker. En dan moet ik natuurlijk nog iets voor mijn voeten. En dan willen we natuurlijk bruine laarzen. En ik dacht eerst aan deze. Maar deze zijn meer roodachtig tint. Ja, deze hebben meer roodachtig tint. Dus dan zou ik eerder gaan voor de laarzen die ik al heb. En dat zijn deze. En dan heb ik eigenlijk mijn poppetje nu wel compleet. Want accessoires, dat vind ik niet echt nodig. Maar ook nog bij het toekomst zijn die echt accessoires. Van ik zeg van nou, die heb je echt nodig. Dus gaan we nu naar de paardenspullen. En dan ga ik denk ik even beginnen met... Ja, met een hoofdstel natuurlijk. Maar ik denk dat ik liever begin met een dekje. Want ik weet natuurlijk dat ik dit dekje wil. Die wil ik al best een tijdje. Want ik wil gewoon heel graag al deze dekjes. Voor die paars wil ik ook ooit nog een keer een outfit mee gaan maken. En voor die en die het liefst ook. Want met deze twee heb ik een outfit. En eigenlijk met die heb ik... Ja, dat is gewoon een zwart dekje. Met die heb ik een outfit. Die heb ik een outfit. Alleen met deze heb ik dan nog geen outfit. Deze heb ik pas gekocht. Volgens mij afgelopen update. Valentine's update heb ik deze gekocht. En dan ja, natuurlijk ook de decoratie erbij. Normaal zou ik zeggen deze facekappen. Die dus blijkbaar ook niet op dit paard kunnen. Oef. Maar ik wil dus heel graag ook nog de bandages. Dus dan ga ik gewoon voor deze witte bandages. En dan moet ik natuurlijk nou bruin tuig gaan zoeken. En dan zou je zeggen... Oh, dat heb je zo gevonden. Je doet gewoon dit zadel erop. Je hebt het. Maar ik wil een beetje een dressuurachtig zadel.
Dus dat is ook nog even een hele uitdaging. En deze die hoort volgens mij officieel bij het jasje. Maar ik vind het zadel gewoon niet mooi. En ik vind dat zonde om dan te gaan kopen als ik het niet ga gebruiken. Dit vind ik wel een mooie kleur. Alleen er zitten blauwe beugels en singel. Dus ja. Ja, ik heb een zadel al, maar die staat niet in de shop. Maar volgens mij is dat gewoon dit zadel. En die heb ik gewoon. En eigenlijk vind ik dit altijd wel een heel mooi zadel om te gebruiken. En er is ook een hoofdstel bij, weet ik. Die er gewoon bij hoort. En ik denk dat ik het liefste gewoon dit setje dan pak. Want dan heb ik gewoon mijn bruine setje compleet. Alleen ik weet dat ik dit hoofdstel al heb. Alleen ik snap niet waarom dat hij dan in de shop aangeeft dat ik hem niet heb. Want dit is hem niet. Ik heb echt deze. Dus dan gaan we nu even de spullen voor het bruine setje kopen. En dat is dus deze bandages. En dit dekje. Die twee heb ik. Oh, decoratie. Wil ik er ook nog decoratie bij? Is er mooie witte decoratie? Ik vond deze strikjes vind ik wel leuk. Maar ik weet niet of ik dat echt per se nodig heb. Ik ben de laatste tijd heel erg van de strikjes. Maar ik denk dat ik deze niet ga kopen. Want ik wil dan liever wachten tot zeg maar. Waar zijn ze? Kijken tot deze strikjes er dan ook zijn in het wit. Daar wacht ik dan liever op. Dan doe ik nog liever nu bijvoorbeeld gewoon de zwarte strikjes of zo erbij. Dan dat ik nu lelijke witte strikjes ga kopen. Dus dan ben ik nu compleet. Even kijken. Dan moet ik kleding. En dan moet ik daar nog even de spullen kopen. Dus dat is de broek. Oh, dat is pijn. En dan de handschoenen. En dan het jasje. Dan heb ik mijn eerste outfit klaar. Dan ga ik nu even mijn andere paard pakken. En dan gaan we daar de outfit voor maken. Oké, ik heb het volgende paard erbij gepakt. En nu gaan we dus het zwarte setje samenstellen. En dan begin ik denk ik weer gewoon bij het topje. En dan willen we natuurlijk eigenlijk een zwart wedstrijdjasje. En ik zit dan. Even kijken, ik ga even gelijk op zwart. Ik zit dan zelf eigenlijk te denken aan gewoon simpel deze. Omdat ik dit gewoon al heel lang een heel leuk jasje vind. En volgens mij is het ook een best goed jasje. Ja. Want ik heb dat hele oude dressuurjasje die vroeger iedereen kocht. Maar die zie ik hier niet in staan. Die heb ik. Maar ik vind eigenlijk dit jasje dan wel mooier. Dus dan gaan we naar handen. Nou, ik neem aan dat we dan gewoon de witte schoenen. Goed zo, de witte handschoenen pakken. En voor cap zou ik zelf uitwijken naar weer een hoed. Maar ik weet dan dat ik die dus weer niet ga gebruiken. Uiteindelijk zou ik dan het liefst toch gaan voor de cap. Nou, benen. Dan moeten we natuurlijk weer een witte broek. Nou, wat zou je anders nemen dan gewoon de witte broek? En dan voor voeten. Zo, gaat lekker met praten, jongens. Met voeten had ik dit, vind ik altijd al mooie laarzen. Maar ik weet dat ik niet zo vaak zal gaan switchen van laarzen. En ik heb natuurlijk gewoon deze laarzen. En dan passen deze natuurlijk wel beter bij. Maar ik ga deze letterlijk nergens anders voor gebruiken dan voor deze outfit. En dan vind ik eigenlijk die 80 starcoins toch nog best wel duur. Om alleen hiervoor te gebruiken. Ook al horen deze laarzen volgens mij wel bij deze cap. Zou ik dan denk ik toch eerder terug neigen naar de laarzen die ik al heb. Oh, dit vind ik een moeilijke, want eigenlijk vind ik dit er wel veel mooier bij. Of niet? Vind ik dit mooier? Ja, ik maak dat niet zoveel uit. Alleen deze glimmen te erg naar mijn idee of zo. En deze hebben zeg maar echt mooie die, ja, verandering van mat naar minder glimmend. En dan weer naar, ja, glimmend en mat. En heel mooi verhaal. Ik denk dat ik dan gewoon toch wel simpel voor deze ga. En dan heb ik eigenlijk het poppetje alweer klaar. En dan gaan we nu voor het paard natuurlijk weer dingen doen. Uiteindelijk begin ik alweer even met het zadeldekje. En dan zou je kunnen zeggen, oh ja leuk, dan doen we deze. En ik heb natuurlijk ook een wit zadel. Maar ik heb toch liever dan dat ik gewoon weer casual met een wit dekje ga. Dan zou je kunnen zeggen, oh die witte in de streep. Maar ik wil eigenlijk gewoon heel graag met dit dekje dan ook weer. En dan natuurlijk ook gewoon weer met deze beschermers. En dan gaan we naar zadels. Want je hebt natuurlijk ook dit zadel. Dan kun je natuurlijk een superleuk setje mee maken. In dit zadel. Of met deze. Maar we gaan gewoon casual een zwart zadel opzoeken. En dan zou je ook weer kunnen zeggen. Oh, heel makkelijk. Je pakt gewoon gelijk weer een dressuur. Of een springzadel. Ja, die heb ik. Maar ik zie nou niet echt het verschil tussen deze en deze. Deze heeft voor mij een donkerder zitvlak. Voor mij is dat het verschil.
Ja, deze heeft zo'n suède zitvlak. En dan heb je dit zadel, de glimmende. En ik heb natuurlijk al de matten. En ik denk dat ik dan toch het liefst gewoon weer voor de matten ga. Omdat ik dat zadel dan ook weer niet helemaal voor niks heb gekocht. Ook al is het natuurlijk ook wel een mooi zadel. Maar ik zou zelf dan naar deze neigen, omdat het net iets meer richting de dressuurvorming gaat, naar mijn idee. Dan moet ik alleen een hoofdstel hebben. En ik zat in eerste instantie met, even kijken of ik hem kan vinden, dit hoofdstel in mijn hoofd. Maar ik had toch eigenlijk wel een heel mooi hoofdstel vind. En dit hoofdstel hoort er natuurlijk bij, maar eigenlijk vind ik dit niet echt een mooi hoofdstel. Ik neig liever naar gewoon een mooi zwart hoofdstel toe. En dan denk ik dat dat toch deze zou worden. Ja, want ik vind dit het is te grijs vergeleken met dat zadel. Deze is gewoon mooi zwart. Even kijken, welke hoorde er ook alweer bij? Deze hoorde er officieel bij. Dit is toch geen zwart, dit is toch bruin? Oh, dat is zwart met goud. Oké, okay, grapje. Ja, ik vind dit eigenlijk niet echt een mooi hoofdstel. Wat vind ik van dit hoofdstel? Het is gewoon een zwart hoofdstel. Staat paarse teugels hierin? Het past paarse teugels hierbij? Staat paarse teugels hier niet in? Of is dit paarse teugels? Dit paarse teugels? Dit is paarse teugels. Oh. Dit was gewoon het hoofdstel vroeger. Maar ik denk dat ik dan toch eerder deze zou nemen voor bij dit setje. Of ja. Misschien wel paarse teugels. Ik hou gewoon van een zwart hoofdstel. Ik vind dit te veel zilver of zo aan de zijkant. Alleen, oh, dat pak ik het verkeerde. Deze heeft gouden afwerkingen. En ik weet niet of ik dat mooi vind aangezien de rest met zilveren afwerkingen is. Ik ben heel moeilijk met dat, zeg maar, deze beugel is een beetje grijs-zilverig. En dan wil ik er, zeg maar, geen zwart iets bij. Volgens mij wilde ik in eerste instantie dit hoofdstel erbij doen. Gewoon mooi met glittertjes. En ik denk dat ik mijn eigen dan daar ook gewoon bij ga houden. Dat ik dit hoofdstel neem. Dus dan ga ik nu even naar alleen preview. En dan moet ik dus het hoofdstel kopen. En dan bij kleding. En dan alleen preview. En daar moet ik dan nog het jasje kopen. Oh, die is duur. En dan heb ik dit setje ook klaar. En dan ga ik nu heel even mijn halflingen er weer bij pakken. En dan ga ik even mijn setje aan jullie laten zien. Nou, en dan was dit eigenlijk de video. Ik hoop dat jullie het toch een leuke video vonden. Het was een klein beetje een kleine shopvideo, een kleine outfitvideo. Ik denk dat dit een beetje meer een shopvideo was, aangezien ik de dressuuroutfits eigenlijk gewoon heb gekocht. Ik ben er zelf wel blij mee. Ik ben erachter gekomen dat deze outfit op het andere paard ook heel erg leuk stond. En ik hoop dat jullie de video leuk vonden. En dan zie ik jullie weer de volgende keer. Doei!